Goedemorgen. Het is vroeg en ik ben Blondie aan het zaden. Alleen ik voel me een beetje Ariel, want ik heb nooit echt een hele felle kleur aan op Blondie. En Blondie heeft ook nooit een felle kleur aan en nu hebben we Ariel. Oh, dat kon je al zien of? Oh, ja, okay. Ik zie dit nu al. Nou, ja. Ariel, wij gaan rijden. Misschien moet je even zingen. Nee. Het was heel leuk wat je dit zong. Ja, heel mooi. Waar ga je rijden? Wat ga je doen? We zijn nog steeds bij Bastiaan aan de recht. Steve is nu aan het lessen en dan ben ik daarna. Kom maar een volte 12 meter ongeveer om mij heen. Zodat je altijd weet of je nou op een volte bent of een gebroken lijn of de C-lijn of de hoefslag. Hoe je paard is ten opzichte van de lijn waarover je rijdt. Dus als jij de volte lijn voor je kan zien, dan heb je eerder het idee dat die bijvoorbeeld ten opzichte van de lijn naar buiten valt of naar binnen of te veel stelling heeft of te weinig. Zo. En dan ten opzichte van die volte lijn. En nou kijken of je een beetje schouder binnenwaarts kan rijden. Dus je richt hem met de schouder naar mij. Je kijkt naar ons, dat jouw lichaam draait. Kijk, dan draait hij al meer mee of zij. En dan met je binnenbeen geef je een beetje wijkhulp. Dus of je zo de volte ook uit kan wijken. Terwijl je de voorhand naar mij blijft sturen. Dat ja. En dan is die een beetje schouder voor nu. Als je dan nog wat schuiner gaat, dan kom je op 3 sporen. Dan is die schouder binnen 3 sporen. Nou, hoe krijg je hem schuiner? Door hem voor een beetje af te remmen en te draaien. Precies. En dan iets de stap verzamelen nog. Dus iets meer terug. En dan weer opzij. Ja, daar. Voel je? Daar. Belonen. Goed. Dat je dat, die hulp en de reactie daarop, dat een herkenbaar iets wordt. Voor het wijken en straks ook voor het schouder binnen. Oké, doe nog een keertje. Verzamelen hem, rem hem iets af en draai in. Ja, heel goed. En recht. Goed. Nog maar een keertje. Kijk, en dat is ook zo. Als het paard te hard stapt, dan kan die niet dat doen, omdat hij die verzameling niet kan maken. Goed zo. Goed zo. Goed, en weer recht. Gewoon eerst recht naar B. En dan schouder binnen op die lijn. Iets afremmen. En iets meer opzij. Daar. Voel je? Ja. Voel je heel goed, hè, als die binnen achterin gaat stappen. Dus wijken moet je eens beleven als schouder binnen op een diagonale lijn. Nou, draaf maar aan. Dus dat is voor jou ook heel nuttig om elke dag of om de dag zo op die volte in stap schouder binnen te oefenen. Ietsje voorwaarts. Zo ja. En dan hier volte 15 meter om ons heen. En dan is de eerste doel weer dat je ziet waar die volte ligt. Of er een ring op de grond ligt. Waarover je rijdt. Moet zo. En nou ga je, zonder dat die schouder binnen gaat lopen, alleen wat meer stelling vragen ten opzichte van die lijn. Dus met je binnenhand laat je hem een beetje naar binnen volgen. En dan eigenlijk test je en creëer je de zijdelingse nagevelijkheid. Dat als ik wat met mijn binnenhand vraag, volgt die dan helemaal zonder weerstand. Nou, dan zie je dat hij nog een beetje zo opdrukt of wat tegen. Dus dat blijf je rustig zo herhalen totdat je, als jij naar links iets stelt, dat ze helemaal mooi, ja, daar ontspannen volgt. Heel goed. Goed zo. Goed zo. Wenden. Kijk maar naar F. Kijk naar F en rij naar linker schouder van het paard naar F. Terwijl je rechterbeen nog zegt, ja. Ja. En dan het laatste stukje, iets meer nog opzij voor je rechterbeen. Ja. Maar de drie kwart was helemaal goed. Ja, iets voorwaarts. Nog een keertje en de linker schouder van haar weer op die F mikken. Je ziet dat linker voorbeen als het goed is een klein beetje zo uitslaan, dat moet naar die F. En nou nu iets stelling en rechterbeen. Dat die op het eind ook blijft. Ja. Even stap. Beloon. Goed.
Nu heb je al je tools om dat wijken goed te gaan trainen. Ja. En het meest functionele, zeg maar, om het voor haar makkelijker te maken, is dat voltewerk. Dus dat moet je even veel doen. En dan voor ietsje afremmen, iets meer eerst naar binnen sturen, met links, en dan opzij voor je linkerbeen. Iets meer de schouders naar binnen met twee teugels nu. Ja. Tja. Nog een keertje. Langzaam stappen. En kijk naar ons. Kijk, dan draait hij al. Goed. Super belangrijk, hè? Je weet het, kijk waarnaar je paard wil richten. Zie je ook weer, kijk naar X. Goed. En langzaam stappen. Als hij te driftig stapt, dan heeft hij te veel aanspanning in de rug. Goed zo. Dan kan hij dat niet ontspannen doen. Goed zo. Goed zo. En nou recht en naar draf. Nu wat schouder binnen op de volte. In draf. Je linkerbeen opzij. En draai weer meer en kijk weer meer naar ons. In het midden van de volte. Daar ja. Dan vindt hij links moeilijker. Iets meer denk in de volte vergroot voor je binnenbeen. Dus dat je de volte uitrijdt. Precies. En dan naar links sturen. Daar, daar. En recht. Hoefslag volgen. Klein beetje voorwaarts. Super. Wees die ook mooi in je hand toen je van voren reed. Draag maar aan. Doorzittend. Klein beetje voorwaarts. Grote volte bij C. En dan op die volte doe je gewoon weer hetzelfde een paar keer. Iets naar voren rijden. Met het doel dat hij in je hand precies hetzelfde nagevelijk blijft. Ja, heel netjes. En naar galop. Kijk, goed. Dat was echt goed. Wat mooi is, je ziet nu al in die draf dat het veel makkelijker dan gisteren gaat. Dat als je iets voorwaarts rijdt, dat hij nagevelijk blijft. Dus wat je achterin rijdt, geeft geen spanning. Daarom galoppeert ze nu ook eigenlijk meteen vloeiend aan. Ja. Goed zo, mooie, mooie aanleuning zo. Super, hoefslag volgen. En dan ben je A volte 15 meter en die verklein je weer steeds. En hoe kleiner je gaat, hoe meer je naar de pilaren ook moet kijken zelf en je lichaam draaien. Dan draait het paard mee om binnen achter. Daar, precies. Ja, draai, draai. Precies. Goed, ja. En dan langzaamaan weer wijkend vergroten. Goed, goed. En hoefslag volgen. Middengalop. En weer terug. Ietsje verzamelen. Aan de rechter teugel een klein beetje nagevelijk maken door iets naar rechts te vragen. Hier ook ietsje je hand naar rechts. Zo, goed. Grote volte. Mooi, dit. En dan midden galop met die volte. Blijf naar rechts sturen. Ook al rij je voorwaarts, blijf naar rechts sturen. Ja, mooi hoor. En rustig weer terug naar arbeidsgalop. Super. En nog één keer middengalop, terwijl je de rechts nagevelijk houdt in de stelling.
En weer sluiten naar arbeidsgalop. Super. Naar stap en belonen. Goed hoor. Ja, heel erg. Echt. Echt mooi.